Tuna consciousness. I want your wicked and wild murder them King James in a dumb boy style, 'cause you don't know your versatile. Ik weet niet of ik het een beetje gevolgd heb afgelopen periode, maar Mel Gibson is heel negatief in het nieuws gekomen. Hij heeft zijn huidige vriendin bedreigd, telefonisch. Hij heeft haar voor alles en nog wat uitgemaakt. En dat was allemaal erg onaangenaam om te horen. Het was misschien ook wel heel erg onaangenaam dat het in de openbaarheid komt. Ik vraag je ook af, hoe komt dat zo? Mel Gibson is bijna een parodie op een van zijn eigen filmkarakters. Zwaar ademend, hijgend en heel agressief komt hij over op deze telefoontaps die zijn openbaar gemaakt. Als je zijn vriendin hoort die bijna onaangedaan naar zijn tirade zit te luisteren, dan besef je waarschijnlijk ook wel dat het komt omdat zij met de knop bij de bediening van de tapedek zit. Het resultaat is dat Mel Gibson wordt uitgekotst aan alle kanten. Zowel in de media als in Hollywood. Al zijn vrienden, zijn Hollywood-sterk vrienden maken al grappen over hem. En misschien ook wel een beetje terecht. Nou vind ik Mel Gibson niet per definitie een hele sympathieke man ofzo. Maar ik heb in dit geval toch wel een beetje met hem te doen. Volgens mij spreekt hij vooral een heel erg gefrustreerd en ongelukkige Mel Gibson. Die ziet dat zijn huwelijk op de klippen loopt. En die de voogdij van zijn kind aan het verliezen is. En daar eigenlijk niet meer bij macht is om daar iets aan te doen. De vraag eigenlijk die ik wil stellen is van, schuilt er nou een Mel Gibson in jou? Of in je vriend? Ik ben bang dat het inderdaad het geval is. Ik denk dat als je mannen, mensen, überhaupt maar lang genoeg tergt, dat er vanzelf wel een Mad Max wakker wordt. Ik heb bijvoorbeeld zelf ooit het verhaal gehoord van een goede vriend van mij en die lag in scheiding en die kwam tot ontdekking dat zijn ex, wat een beetje zijn ex zou gaan worden, inmiddels al een nieuwe relatie had met iemand. En hij was daar zo ontzettend boos over dat hij is naar dat huis toe gefietst. Hij zag die fiets van die jongen voor de deur staan en hij pakte hem op en gooide hem dwars door het ruit heen. Nou heeft dat natuurlijk verder weinig effect. Eigenlijk bevestigt het alleen maar een beetje het beeld wat waarschijnlijk je vriendin al van je had. Van jij bent een ongelofelijke hufter en haar nieuwe vriend is fantastisch en luistert goed. En zij realiseert zich nog helemaal niet dat er een Mel Gibson ook in hem schuilt. Wat trouwens veel vervelender was, het was niet de fiets van haar vriendje, maar het was de fiets van de buurman. Dus dat heeft ook wel wat repercussies gehad. Ik ben dus bang dat er geen scheidingen zijn zonder slachtoffers of ruzies zonder slachtoffers. Ik denk als je elke man of elk mens eigenlijk maar lang genoeg tergt en een aantal hele wezenlijke dingen afneemt, dat er vanzelf een Mad Max in iedereen wakker wordt.